AI staat op het punt om onze levens over te nemen. Tenminste, dat is wat er gezegd wordt. Specifically the risk that could lead to the extinction of humans. Instead of just following orders, attacked its operator. It's a danger to the public. Maar ik vroeg me af of dit ook daadwerkelijk zo is. Ben ik beter af alleen of met een computer die mijn leven in handen heeft? Want die kant gaan we sowieso op. Toch? Dus om erachter te komen bepaalt AI voor de komende 50 uur precies waar ik heen ga, doe, eet en waar ik moet gaan slapen. En om Jesse gelijk de eerste vraag aan deze robot te stellen. Laat AI bepalen waar je naartoe moet reizen. Waar moet ik naartoe reizen? Reis naar Luxemburg. Nou, dan gaan we maar. Dus kocht ik tickets naar Luxemburg en ging ik er snel vandoor. En uiteindelijk na veel te lang reizen waren we in... Luxemburg! Ja. Yeah. Goed, we hebben honger. Dus we gaan nu de AI vragen of we fastfood moeten eten of dat we iets gezonds moeten gaan eten. Als je in Luxemburg bent, kun je misschien een lokale gezonde maaltijd uitproberen. Dat wordt gezond eten, Han. En besef dat dit nog niet eens de meest extreme opdracht is. Want in deze video moet één van ons bijvoorbeeld een tattoo gaan zetten. En zelfs het smerigste eten van Europa gaan eten. Nou, we hebben dus zojuist besteld en we gaan nu wachten op ons eten en ik ben benieuwd hoe het gaat smaken. Ja, ik ben ook benieuwd. Nou, we gaan het proberen. Het smaakt wel echt goed trouwens. Na deze supergezonde maaltijd kwam Xander met een nieuwe opdracht, die deze challenge toch wel een stuk moeilijker kan maken. Zoek de langste brug van de stad Luxemburg en loop die 100 keer op en neer. Moet ik hem 100 keer op en neer lopen? Ja, gast. Dan gaan we eerst even aan AI vragen wat de langste brug is van Luxemburg. En nadat we AI hadden gevraagd waar deze brug is, kwamen we erachter dat deze best dichtbij is. Laten we deze nu 100 keer op en neer gaan lopen. Zo, en we zijn nog niet eens op de helft van deze brug. Ik denk dat ik hem straks gewoon ga hardlopen of zo. Dit duurt me echt veel te lang namelijk. En we hebben hem nu 1 keer gelopen. En ik moet hem nog 99 keer lopen. Dus Han, tot zo. Dus na 99 keer vermoeid heen en weer gerend te hebben over deze bizar lange brug, waren we dan eindelijk bijna bij de finish. Maar toen kwam ik met een idee wat het nog moeilijker maakt. Ik ga denk ik gewoon naar de finish sprinten nu. En dat is 100. Oh mijn god. En nadat ik deze brug dus echt 100 keer op en neer heb gerend, wat ik totaal niet gefaked heb, was het dan echt tijd om weer eens wat te gaan eten. Omdat ik sowieso wel iets van calorieën heb verbrand. Dus ging ik aan AI vragen wat de makkelijkste plek is om te gaan eten. Er zijn hier een aantal fastfoodketens. We hebben hier dus de McDonald's, de Burger King, de Pizza Hut of de Five Guys. En nu gaan we AI vragen bij welke van deze we moeten gaan eten. AI heeft ons nu dus net een opsomming gegeven. En de bovenste is McDonald's. En gelukkig... is hij daar. En nadat we hadden besteld, kwam na 10 minuten ons overheerlijke eten. Alleen had ik weer iets om over te klagen. Deze was echt heel zout, gewoon die patat. Ik krijg gewoon nierproblemen hiervan. Fijn, dankjewel McDonald's. Maar ondanks dat ging deze burger er met gemak in. En nadat we ons eten hadden gegeten, kwam Krikel met wel een hele bijzondere opdracht voor ons. Wat deze avond nog lastiger zou gaan maken. Want de opdrachten van vandaag waren al zo vervelend. Nou goed. De opdracht is, jij moet vannacht buiten slapen. No, man. Dus je mag niet naar binnen toe. Sam, ik haat jou. Ja, nee, dat snap ik. Ja, ja, sorry. En waar moet ik dan gaan slapen? Ja, dan moet je bij AI vragen. Ik moet dus buiten gaan slapen. Dankjewel, Sam, nogmaals. Maar moet ik dicht bij mijn hotel gaan slapen of moet ik wat verder weg? Als je van plan bent om buiten het huis te gaan slapen, kan het handig zijn om dicht bij je hotel te blijven, zodat je snel kunt terugkeren als dat nodig is. Oké, mensen, het is bijna 12 uur en dat betekent dat ik dus nu naar buiten moet gaan om daar te overnachten. Ik ga lekker die kant op. Ik zie jou morgenochtend weer als het goed is. Alright, mensen, ik ben nu dus op een soort parkeerplaats. Ik denk eerlijk gezegd dat dit de beste plek is om te gaan slapen. Maar ik slaap dan dus naast een vrachtwagen en ook direct naast de snelweg. Dus ik weet niet of ik überhaupt ga slapen vannacht. Maar ik ga mijn best doen in ieder geval. En ik kan jullie vertellen, ik heb geen oog dicht gedaan deze nacht. Want geloof mij, als je naast een overdrukke snelweg ligt, dan word je constant wakker gehouden door al het verkeer. Maar waar ik nog meer wakker van lag, was morgen. Aangezien AI nog steeds mijn leven bepaalt. En nadat ik wakker was geworden na deze verschrikkelijke nacht, komt haar met hopelijk een hele leuke opdracht. Ga je niet leuk vinden? Ga maar vragen aan AI wat het allersmerigste eten is van Europa en wat daaruit komt moet je eten. Maar dat wil ik graag zien, hoe jij over je nek gaat. Dat wil iedereen zien. Ik heb hier nu al geen zin in. Wij moeten dus het smerigste eten van Europa gaan eten. Maar we weten helemaal niet wat het is, dus laten we het gaan vragen aan AI. Gefermenteerd haring uit Zweden. Er is alleen één probleem. Dit was absoluut nergens te vinden. Dus kochten we iets wat misschien nog wel smeriger is, namelijk... Kappen jouw lever. Ik krijg ook oprecht al gewoon last van mijn maag, joh, als ik hier aan denk. Dit is echt niet gewust. Oh, dit is oprecht heel smerig. Oh, ik heb hier echt geen zin in. Ah, oh, ranzig, jongen. Die vieze ranzige sap er al bij. Ah, oh, het ziet er uit als pis. Harm, ik zeg je eerlijk, ik mocht je echt heel erg, maar dat is nu echt wel heel veel minder geworden. We moeten nu wel. Ik heb hier echt geen zin in! Oké, we moeten het gaan eten, oké. Oh, graag mee.
En nadat we allebei over onze nek zijn gegaan en waarschijnlijk nooit meer gaan herstellen van deze trauma, besloot Peer om ons ook weer een opdracht te geven. Ik ben echt benieuwd wat voor opdracht hij nou weer heeft. Yo gasten, er zijn altijd 10.000 redenen om dingen niet te doen. En vandaag is de dag dat jullie het wel gaan doen. Eén van jullie gaat op de tafel zitten. Succes. Eén van ons moet een tatoeage gaan zetten. Dat wordt wat. Oh mijn god, nee! Perry, wat doe je ons aan? Hoe gaan we bepalen wie van ons een tattoo moet zetten? Tandarts en papierschaar. Nou, prima. Let's go. Hier was ik nog aan het lachen, maar ik kan jullie vertellen dat dit maar voor korte duur was. Aangezien deze ronde bepalend zou gaan worden voor ons. Ik moet dus een tattoo gaan zetten. Maar welke tattoo moet ik dan eigenlijk gaan zetten? Oké, ik heb gelijk al een idee, maar dat ga ik nu nog niet vertellen. Ah, jongens, ik heb oprecht gewoon een beetje spanning nu. Het wordt echt, ik tril ook een klein beetje. Perry, wat heb je me aangedaan? Ik glimlach nu, maar van binnen ben ik gewoon bang. What do you think of this stupid idea? Stupid ideas are always the best. En wat deze vriendelijke mama had verteld, zit oprecht wel een kern van waarheid in. Want ondanks dat het idee hartstikke dom is, net zoals alle andere opdrachten die ik heb uitgevoerd in de afgelopen 24 uur, heb ik oprecht wel genoten van elk moment. Elke opdracht die ik heb gekregen, elke hap die ik heb gegeten elke minuut in de meest vreselijke nacht van mijn leven. Maar terwijl ik aan het luisteren was naar deze man, moesten we wel weer door met deze opdracht. Oh mensen, hier gaan we. Right, I don't... Ik heb helemaal geen keuze, dat zegt hij ook net. Ja, yeah, I'm ready. Oh, dat is echt niet fijn, dit is echt heel veel pijn. So, how long is it gonna take? About 20 minutes. 20 minutes? In het begin zei hij dus dat het misschien maar 10 minuutjes zou duren. Oh, we zijn klaar mensen. Oh, dit deed echt heel veel pijn. Maar ik ben blij dat het nu over is in ieder geval. Laten we lekker naar buiten gaan. En nadat ik eindelijk klaar was en weer weg mocht, is dit het eindresultaat geworden. Laat me weten in de reacties wat jij ervan vindt. Ik ben ook benieuwd wat jullie van de opdracht van Suzy vinden. Tobias, jij moet 10.000 views halen op TikTok. Ik ben echt inspiratieloos. Welk onderwerp moet ik überhaupt pakken? Ja, dat moet je dus aan AI vragen. Nou, laten we dat maar gaan doen. Ik moet dus een TikTok gaan maken met meer dan 10.000 views. Hoe ga ik dat ooit doen? Laat ik AI maar eens gaan vragen wat voor onderwerp ik überhaupt kan pakken. Noem een TikTok-idee. Nummer 1, reisvlog. Deel een korte vlog van een interessante plek die je hebt bezocht. Wat een toeval, we zijn hier in Luxemburg. En die TikTok die staat nu al online. En deze moeten jullie nu met z'n allen gaan kijken. Je kan hem vinden via de eerste link in de beschrijving. Oh, en vergeet niet te liken. En nadat we deze TikTok gemaakt hadden, waar ik eigenlijk helemaal geen zin in had, kwam Elko met een opdracht waarvan ik niet had verwacht dat ik dit zou moeten doen. Ik heb echt geen idee wat je de laatste uren allemaal al hebt moeten doen. Maar ik heb ook een leuke challenge voor jou. Jij mag aan de AI vragen of hij een getal tussen de 1 en de 100 kan geven. En dat bedrag moet jij dan aan een zwerver geven. Hé, hey, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo vervelend. Het kan dus wel echt een heel groot bedrag worden, maar je maakt er wel iemand blij mee, denk ik. Alright, we moeten AI dus nu gaan vragen om een getal te noemen tussen de 1 en de 100. En dat bedrag moeten we dus gaan geven aan een dakloze. Dus noem een getal tussen de 1 en de 100. Oké, okay, AI zegt 38. Maar laten we aardig zijn en we toppen hem op naar 40. Dus deed ik even wat boodschappen, kocht ik wat nieuwe kleren en had ik 40 euro gepint om vervolgens aan iemand te geven die het wel echt goed kon gebruiken. Hallo sir. How are you? You need a little bit of food, some clothes, oh, right? God. There you go, this is for you, man. And for you, I have 40 euros cash. Oh, boy. Thank you very much. You're welcome. You're a nice guy. Thank you, man. Can I give you a hug? Yes. Come here. Hey. You're welcome, man. Thank you very much. Because of you, I can sleep inside today. Yesterday was raining. I was... You're a good man. Thank you very much, Jan. Yes, I wish you the very best. Yeah. En stel iedereen zou het goed doen voor een ander. Besef wat voor een verschil dat zou maken in de wereld. In een wereld van oneenigheid en ongelijkheid. In een wereld van haat en liefde en zonder balans. Ik ben deze challenge begonnen aangezien ik meer wil zien dan alleen mijn slaapkamer, mijn bureau met mijn laptop. Puur omdat ik graag wil beleven hoe de wereld in zijn geheel in elkaar steekt. Zonder me te veel te hoeven focussen op de toekomst. Maar in plaats daarvan te focussen op het nu. Door daadwerkelijk in het moment te gaan leven. Met mensen om me heen waarvan ik hou. Dus elke opdracht die ik moest uitvoeren. Van het buiten slapen tot een tattoo zetten en zelfs een smerig gerecht moest eten, komt allemaal bijeen als een grote herinnering die ik voor altijd zou blijven koesteren. Ik voel me meer vrij en ik voel me zelfs gelukkiger dan ooit. En dat allemaal door aan mijn comfortzone te stappen.